In Helmond en Eindhoven gaat eerst zwaar vuurwerk af en nog geen 2 uur later gaat een auto bijna in vlammen op. Dat zware vuurwerk ging af bij een slaapkamerraam. De bewoonster die naast het raam lag te slapen ontsnapte maar net aan de rondvliegende glasscherven. Een levensgevaarlijke situatie. De klap was zo groot dat er een enorm gat in het raam zat. Het bed in de slaapkamer stond vlak naast het raam. De vrouw heeft echt geluk gehad dat ze niet gewond raakte of erger. Wie heeft zoiets nou op zijn geweten? Waarom moest er nou net daar zwaar vuurwerk afgestoken worden? We hebben beelden van de vermoedelijke daders. Misschien dat iemand de personen op de beelden herkent. Dit zijn ze. Deze mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de ontploffing bij het slaapkamerraam van het appartement. Ze lopen hier vanaf de Kanaalboulevard in de richting van de woningen aan de Dortmunderkade. Buiten beeld ontploft het vuurwerk, waarna de mannen wegrennen in de richting waar ze ook vandaan kwamen. Dit zijn opvallende details. Ze dragen allebei een gewatteerde jas met capuchon. Ook hebben ze allebei donkere schoenen met reflecterende delen aan. Dader 1 lijkt een donkere huidskleur te hebben en hij is groter dan dader 2. De schoenen van dader 1 zijn ook opvallend. En dit is ook iets waar hij aan te herkennen kan zijn. Hij loopt met zijn rechtervoet naar binnen. Bijna 2 uur later gebeurt er weer iets. Deze keer in Eindhoven, hier op de Il Trovatore. Een van de bewoners wordt wakker van geluiden buiten. Als hij buiten gaat kijken, ziet hij zijn auto in brand staan. Dit keer een brandstichting dus. Een auto bijna geheel in vlammen op. Het onderzoeksteam vermoedt dat er een verband is tussen de explosie en de brandstichting. Maar kan daar in het kader van het onderzoek verder niets over zeggen. Wel is meer informatie hierover natuurlijk heel erg welkom. 2 heftige incidenten. Een explosie waarbij de bewoonster nog maar net aan de rondvliegende glasscherf ontsnapt. En een brandstichting waarbij een auto het doelwit is. Heb jij informatie? Weet jij meer? Over wie hierachter zitten? Over het waarom? Waarom werden deze mensen slachtoffer van deze incidenten? Blijf niet met je informatie zitten, maar deel die met ons. Help zo mee de daders te pakken. Een explosie en een brandstichting binnen 2 uur. Eerst in Helmond, waarbij een vrouw door het oog van de naald kroop. Zwaar vuurwerk ging af bij haar slaapkamerraam. Dit zijn de vermoedelijke daders. Denk jij te weten wie dit zijn? Nog geen 2 uur later de brandstichting. Deze keer ging in Eindhoven een auto bijna in vlammen op. Opvallende incidenten kort na elkaar. Ze hebben vermoedelijk met elkaar te maken. Weet jij meer hierover? Laat dan van je horen. Dat kan op allerlei manieren. Via de opsporingstiplijn op 0800 6070. Helemaal anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Of deel je informatie op een van onze social media kanalen. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 6070.